De lange federale onderhandelingen hebben ook wat opgeleverd voor de stad. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een casino te laten openen in Antwerpen. Daarvoor zijn de regels aangepast. Daar is zeker een potentieel voor, daar is een cliënteel voor. En laat ons hier heel eerlijk zijn, dat levert ook veel op, ook voor de stadskas. Waarom dat laten liggen? Antwerpenaren gaan dan naar casinos vlak over de grens in Breda. Daar kan alles, hier kan niks. Ja, dat is absurd. Het is bovendien een problematiek dat cruiseschepen vaak niet naar Antwerpen varen, omdat ze de casinos moeten sluiten, eens ze in onze territoriale wateren zijn. En dat is een beletsel soms voor rederijen om naar Antwerpen te komen. Wel, die twee zaken zijn aangekaart, die zijn opgelost. En ik weet, uh, sinds het bestuursakkoord geschreven, is dat er heel veel mensen mijn bureau hebben bezocht en zeggen ik zou wel graag een casino uitbaten. De stad zal ook meer middelen krijgen om radicalisering te bestrijden. En als terreur dreigt, dan zal Antwerpen de snoots op het leger beroep kunnen doen. Een strenger migratiebeleid wordt een speerpunt. Dat betekent geen grote regularisaties meer. Er komen er inderdaad geen regularisaties meer, dat is heel duidelijk. En wij willen niet zozeer een strenger, maar wel een veel correcter en rechtvaardiger beleid. En als gevolg zal dat strenger zijn voor wie strenger moet aangepakt worden. Er komt de Migratie-Witboek. Uh, dat had mevrouw de Blok beloofd, is daar niet aan toegekomen. Uh, we hebben nu vijf jaar. Ik denk dat we dat uh, moeten doen. Uh, het is nu een wirwar van allerlei uh, regels, van allerlei wetten, allerlei beroepsprocedures. Dat moet opgekuist worden. En de bedoeling is dat je naar heel korte procedures gaat uh, waar je correcte afhandeling hebt. En dat we die historische problemen oplossen waarbij we ons willen focussen vooral op mensen die hier uh, papieren hebben gekregen die ze niet mochten krijgen en in de criminaliteit zijn gegaan. De verwijdering, het afpakken van papieren van die mensen en het verwijderen van criminele illegalen moet echt de topprioriteit zijn uh, de komende jaren. De federale overheid zal ook een aantal kosten van de stad op zich nemen, zo zal ze niet meer alleen moeten opdraaien voor de pensioenbijdragen van de ZNA ziekenhuizen. De burgemeester maakt zich sterk dat dankzij al die maatregelen de meerjarenbegroting nu in evenwicht zal zijn.